gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En ja, we gaan vandaag dit doen. Dit ga ik even ophangen op mijn neus. Ja, dat gaat weer al iets heel leuks worden en al. Dus ik ga het al even al klaarleggen. Maar eerst nog de ontbijttafel leegmaken natuurlijk. Wat opruimen. Moet ook gebeuren natuurlijk na het ontbijt. En dan straks hier nog eens een lekkere dweilke slaan. Moet ik ook nog doen. Hoe moet ik dat nog doen? Ik weet het eigenlijk niet. Douchen. Dat doe ik deze avond wel. Ja, maar ik moet ook douchen. Dat doe ik ook maar deze avond. Nee. Ah, ik dacht dat ik een tegenreactie ging krijgen. Ik wil voordat ik naar mama ga. Ah, zal dat doen voordat ze naar haar mama gaat. Oké, dan. Dan mag ze van mij. Ah ja, en dan het koken gisteren. Oei. Ik heb weer een ongelukje gehad met mijn friteusvet. Die liep gewoon over. Oei. Ik had iets te veel friteusvet gebruikt, dus een keer. En ja, en dat heb ik dan als gevolg. Moet je nog koffie hebben? Of moet ik die nog even wegzetten? Even wegzetten. Oké. Voilà, dan blijft de koffie nog lekker heerlijk warm voor haar. Dan ga ik nog de fruitsap nog wegzetten. Ja, dat is heel veel keren heen en weer gelopen hier. Oh, dat is een troei geworden, had je het gehoord. Koffiezetapparaat. En dan hebben we nog een eclairje en dan nog een croissantje voor bij elkaar te zijn. De boter moet nog mee. Dat moet ook nog mee. Amai. Schatje? Ja, schat. Waar heb je mijn wasabi gedaan? Die ligt nog altijd in die doos. In de frigo? Nee, nog niet. Mijn wasabi niet in de frigo. Waar niet? Omdat het altijd koud is. Ja, ik wou die hele doos in daarin zetten. Hoe gaan we dat dan doen? Leg een croissant op een bord. Ja, oké. Leg een croissantje op het bord. Oké, zal ik dat doen, hè? Zal ik daar eerst een hap uitnemen? Ze was aan het lachen, mensen. En je ziet, ik ben nog altijd bezig met de tafel aan het opruimen al heel lang. En dan vergeet ik nog iets. Hier het licht uit te doen. Voilà. Dan moet ik nog alleen nog de siroop wegzetten. En dan nog subiet nog de suiker. Ja. Wat? Ja, dat weet je wel. Hè? Ah ja, dat. Ja. Ja, mensen, haar medicatie.
De laatste is opgeruimd en nu ga ik de houderkit erbij pakken. En dan ga ik het op mijn neus smeren. Ik moet nog eerst naar de winkel toe gaan vooraleer dat ik het kan doen. Want ik moet nog gezichtshuisreiniger kopen. Dus dan gaan we dat ook maar doen. En dan, kan ik die masker ook eens op mijn gezicht dus aanbrengen. Allee, ik ga erin. Het gatje is toch thuis. Dus, ik ben zitten nog altijd. En dan ga ik even pijn lijden. En dan ga ik a, i, o, a zeggen. Om dat er terug eraf te krijgen. Oh, ik ben echt benieuwd hoe dat gaat zijn. Nog nooit gedaan in mijn leven. Voor de eerste keer in mijn leven dat ik dat ga doen. Allemaal speciaal voor jullie. Hier, Market aangekomen. Gaan we tussen het gehuisreiniger kopen. En dan nog iets extra's voor bij mijn thuis. Dus dat gaat allemaal wel goed komen. En het is ook ontzettend druk hier in de Carrefour. Oh, ik ben terug van de Carrefour. Buiten eigenlijk. Ik heb mijn gezichtscreme niet gevonden, dus dat ik gewoon doen met water. En ik heb al een beetje in mijn kast en spreek bij de kast. Dus daarbij gaan we met jullie dan. Ik ga terug naar mijn appartement. Wat gaan we als eerst doen, mensen? Jawel, eerst mijn gezichten wat overmaken. Dus dat doen we dus met een washandje. Goed ijskoud water. Oh, dat is dan ook nog eens lekker verfrissend. Oh yeah. Goed zuiverwrijf, want ik ga alleen deze keer, voor de eerste keer ga ik het doen alleen op mijn neus. Voilà. Dan gaan we naar die masker toe. Dan ga ik jullie ook op een houdertje zetten. Dus ik zie jullie zo meteen terug. Ja mensen, ik moet dus blijkbaar 3 tot 5 minuten dus zo eerst zo met een warme hand. Nee, washandje. Dat is goed. Depper, dat mijn pooieren openkomen. En dan moet ik mijn masker dus aanbrengen. Voilà. Zo wel. Goed zo. Oké. Zal wel goed zijn. Dan gaan we de masker erop brengen. Ik kom maar bij, zodat ik kan zien of ik het goed doe of niet. Hè? Dan doen we dit open. Dus we doen alles zo wat een klein beetje naar omlaag, dat alles echt beneden zit. Want ik zag al wat zwart van het masker. Oké. Dan. Komt er iets uit? Ja. Oh shit, ja. Oeh. Oeh. Ja, het zit een klein beetje goed overal. Hoho. Je moet er wel veel dikker aan brengen. Ja, ik moet het nog veel dikker. Oh, ik heb het ook een klein beetje op mijn lippen gekregen. Heel mijn handen hangen vol. Ik weet niet als ik het goed doe. Je moet nog bijnemen. Ik moet nog bijnemen, oké. Dan gaan we nog wat bijnemen. Aan de andere kant ook.
Ja, daar ga ik dus een andere voor nemen, mensen. Pak eens iets voor af te wrijven. Ik kan wel helpen. Oké, ze komt mij helpen. Joepie. Woehoe. En dan moet dat dus 30 tot 40 minuutjes intrekken, hè. 30 tot 40 minuutjes. Vrij maar op met mijn vinger. Dat ik het kan uitschrijven. Maar mijn vingers hangen nu toch vol. Oh shit, ik voel het al. Oh, ik voel het al lopen. Ik kijk niet meer eruit. Geef het hier. Ja, dat is goed. Dat is goed, dat is genoeg, dat is genoeg. Nu de andere kant nog, hè. Ook met uw andere vinger, want daar hangt nog meer aan. Voilà. En nu 30 tot 40 minuutjes laten dit trekken. Tot zelfs. Mijn schat gaat het dus ook doen. Zeg maar eens iets tegen de kijkers. Hallo. Zeg maar tegen de kijkers waar ik nu bezig ben. En je gaat het voor mij ook allemaal doen. Met het zwart spul. Dus eerst lekker warm. Oh, het is heet. Ja, ik weet dat het heet is. Dus eerst lekker warm die washandje goed tegen de neus, dat de poeieren overkomen. En ik voel het al bij mij trekken, gaat haar dan. Aha. Ik voel het echt al trekken, hoor, schat. Oh shit, dat gaat zelfs leuk zijn. Oh, precies wat ik begrijp ben niet. Dat is zo echt zo. Oh. Werkjes. Want het was een trippen. Het is gewoon water. Ja, dan gaan we eens het zwart aanbrengen. Dat is al wel goed geweest. Hè? Goed genoeg. Voilà. Dan gaan we het zwarte spul aanbrengen bij haar. Maar niet met neusgaten. Niet in die neusgaten, nee. Ik ben wel heel erg dat ook deze keer voor mij heb. Mm-hmm. Nee. Dat ligt op het wit. Dat ligt gewoon op het wit. Maar die hadden we nog nodig. Ja, want ligt op het wit en niks op stond. Dus niet direct manikeren, schatje. Schat, niet te dik, hè? Oh, jawel. Jij hebt dat ook niet heel dik. Mmm. Je ziet mensen, ik doe dat echt heel goed, hè. Echt, dat is heel goed gedaan. En ik moet maar eentje hebben, jij. Zo is het, voilà. Ziet eens, kijk eens. Hoe mooi. Maar hier is toch nog een wit gedeelte. Voilà. Kijk eens, terug eens naar de camera, naar de kijkers. Goed gedaan. Ja, maar dat is wel een beetje te dik. U is echt dunner. Kom maar eens vergelijken met mij. Oh ja. Maar ik ga het ook wat pijn doen hoor, voor dat eraf te trekken. Nu 40 minuten geduld, dat is tot 12 uur is dit. Wij twee allebei.
Dus, kijk eens, we zien elkaar zelfs terug. Zo mensen, we zijn een half uurtje verder en we gaan ondertussen... Ik wil het zelf doen. Probeer het eraf te trekken. En? Zo'n klein beetje. Wil ik het bij mij doen? Maar het doet echt pijn, hè? Ja, doe het maar bij mij. Ik zeg u, je krijgt er tranen van, hè. Kom eens hier. Ik heb het zo dun gedaan dat ik het niet los krijg. Nee, ik krijg het niet. Ik krijg het bij u niet. Allee, schat. Kom eens hier zitten. Laat ik aan de kant gaan, dat ze u ook goed zien. Ja, ja, ja. Ah. Oh, fuck it. Ah! Kijk. Ja. Niet voor de camera, niet voor de camera. Ja. We hebben een rustig over gemaakt. Want ik weet, ik denk dat iets dikker aan het smeren. Ik had het dikker moeten smeren, ja. Dat had ik gezegd, maar ga gewoon luisteren. Ik krijg het niet. Je moet het zelf doen. Ja, sorry, kijk eens dat ik zo dicht kom. Je mag ook aan mijn huid spelen hoor, schat. Nee, maar ik ben bang dat ik u dan pijn doe. Nee, je doet me geen pijn. Ja, je hebt het weer. Oh, dat kietelt, dat kietelt, dat kietelt, dat kietelt, dat kietelt, dat kietelt, dat kietelt. Oh. Ja, je krijgt er tranen van. Ik moet er ook bij zitten. Oh, sorry kijkers. En sorry om mijn buurvrouw. Nou, dat heeft hij niet gehoord. Maar weer aan de andere kant van de kijk. Ik heb dit dus gedaan. Oh, jij hebt op je oog. Wat, mijn oog? Jij hebt op je oog gesmeerd. Nee. Ja. Oh, nee. Ja, ja, ja. Dat gaat een heel stuk zijn. Huh, cool. Oh, dat voelt raar aan. Ja, een klein beetje moet je zelf soms wegwerken, hè. Ja. Heb je net zo'n YouTube-filmpje al gezien? Nee. Ja, van Enzo Knol. Ja, die van u kun je niet goed laten zien.
Dat is het. Wacht, op je mond. Wat? Heb je een zwarte lijn op je gezicht van hangen in tranen? Ja, cool. Ik heb dat dus terug nat gemaakt. Met mijn tranen. Ah, wel kijkers. Oh. Toch nog niet kijkers. Oh. Ah, je... Oh. Ja, dat is nu goed van het baard af. Kijk hoeveel er nog op het baard zat. Ja, en ik ga me nu douchen. Yo. Zo mensen, de dag zit er weer al op. Wat heb ik nog en Bea nog gedaan? Ja, nog wat naar Enzo Knolletjes gekeken, bijgebeend. Holy shit man. Die is weg. Die is echt weg. Die was aan het slippen, man. En ik heb hier in de Chaudetstraat weer al een goede daad gedaan. Hier waren dus twee wandelaars aan het wandelen. Weer al. Met twee oudere dames. Ik zeg, ja, jullie mogen hier niet wandelen. Ja, maar we kennen hier de weg niet. Ik zeg, ja, hier mocht je niet wandelen. Jullie moeten terug wandelen. En dan de expressweg oversteken en dan via de industrieweg. Ofwel gaat je via Alex Matthijske richting centrum. Maar hier mocht je niet komen. Ja, maar dan ga ik wel aan de andere kant al wandelen. Ik zeg, nee, dat mag niet. Dan moet ik de politie bellen. Allee, dan heb ik maar de politie gebeld. Omhoog van, hun wisten ook niet. Want hun zeiden ook van, ja, wij wonen hier niet. Dus wij weten ook niet waar wij zijn en al. Dus ze kwamen echt heel verward over. En dan heb ik maar de politie ook gebeld. En te zeggen van, ja, hier lopen wel twee gedementerende mensen rond. Die weten niet waar ze zijn. En die lopen hier gewoon op de Chaudetstraat. En ja, dat mag dus toch eigenlijk niet. Waar ligt de Chaudetstraat? Ik zeg, ja, langs de expressweg tegen de politie. En die politie maar aan het zoeken. Ah, daar, ja, daar mogen de wandelaars niet komen, zei ze. Dus ik zal het doorgeven. En dan hopelijk is de politie toch op tijd nog tussen gekomen. Dat er geen ongelukken zijn gekomen. Maar het is wel overdag gebeurd. Dus per geluk was het ook heel goed zichtbaar. Ja, dus het was echt heel raar. Het was echt heel raar. Twee oudere dames die langs de Chaudetstraat lopen, die verward waren, belden maar naar de politie. Dus die moesten maar eens ergens als vermist zijn opgegeven of zo in een rusthuis. Je kunt het nooit weten met de dementerende mensen. Dus altijd zeer veilig zijn. En als je zo mensen tegenkomt die op, niet op een plaats waar ze horen moeten zijn, bel dan desnoods altijd naar de 112. Dat is een tip wat ik jullie ook geef. Dus bij verwarde mensen die op een locatie zitten te wandelen waar het niet hoort, bel dan gewoon de politie op. En dan zijn hun ook weer wat gerustgesteld. Bij deze. En bij deze ben ik ook niet thuis aangekomen. Oh, Cindy is niet thuis. Yippie. Jan is thuis. Janneke. Mijn buurman. Valessa. En nu ga ik alles afsluiten. Voilà. Ik ga dan ook, denk ik, al richting mijn bedje in. Ah nee, ik kan nog demonteren, want mijn computer staat nog aan, want ik heb redelijk wat downloads achter de rug. En dan wil ik ook wel nog weten hoe ver dat ik ermee sta. Normaal gezien redelijk ver. Mijn hoesje moet ik nemen. En dat is het, hè. Kabel stik er nog in. Ja. Heb ik hier nog iets achter gestoken? Ja, mijn mondmaskers. Hier achter mijne. Ja.
Van die zakjes, denken jullie? Ja, zo'n zakjes, zo afvalzakjes voor afval in te deponeren voor in de wagen. En dan ga ik toch stokjes ervan richting. Oh, mensen, hey. Toch richting mijn appartementje toe. En dan ga ik ook mijn vlog hier beëindigen. Dankjewel om weer een deel uit te maken van mijn leven. En sorry dat er gisteren geen filmpje is online gekomen. Bij deze zet ik het dus even recht. Dus ja. Zo halen we wel niet zo rap de 1000 vlogs. Hè. Nee. Als ik er wat tussenuit laat. Nee, hoe is het ook gekomen? Dus dat ga ik ook nog even gauw vertellen tegen jullie hoe het dus eigenlijk is gekomen dat er eigenlijk gisteren geen vlog is online gekomen. Gisteren heb ik ook redelijk veel doorgebracht achter mijn computer. Dus ik heb mijn computer helemaal geformateerd. Ook al mijn Steam games gedelete. Al mijn Origins, Epic Games, Uplay Games, Origin Games. Allemaal gedelete en opnieuw gedownload. Voor klaar te stomen voor de Pixelan. Pixelan, daar kunnen jullie ook nog altijd naartoe komen. Er zijn nog altijd bezoekerskaartjes. Zijn er ook nog altijd beschikbaar. Dus als jullie willen afkomen naar mij toe. Kom gerust naar Psycho. Dus naar mij toe. Ik zal deze hoed aan hebben. Deze t-shirt ook aan hebben. 9 van de 10 kansen ook wel de mondmasker. Zoals ze dat aanraden of niet. Ik weet het niet. Ik heb genoeg mondmaskers bij. Dus ik kan er een gans weekend er wel mee door bij deze. Dus als jullie echt willen afkomen naar Pixelan. Deze gaat door op 14, 15 en 16 augustus 2020. Ja, in Ronse. Dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video online is gekomen op mijn YouTube kanaal. Tot de volgende!